De nieuwe politieke beweging, Lijst Basir, heeft vanmorgen een persconferentie belegd met als thema Suriname to the next level. Volgens Shaif Basir, voorzitter van de beweging, wil hij de waterpolitiek in Suriname introduceren. Dat is een nieuwe constructieve manier van politiek voeren die hij niet alleen in Suriname, maar ook in de rest van de wereld wil introduceren. Basir geeft aan waarom hij voor politiek heeft gekozen. Ik sta voor een nieuwe debatcultuur, geweldloze communicatie. Dat houdt in dat je best wel aan elkaar in de politiek, in mijn nieuwe, de nieuwe politieke cultuur die ik voorsta, mag zeggen als iets niet goed is of iets beter moet. Maar probeer dat met welsprekendheid te doen, want we doen allemaal immers ons best. Elk mens is een mens, elk mens is waardevol. En wat daar ook bij hoort, is dat we elkaar allemaal als koningen en koninginnen moeten behandelen. En dat is ook eigenlijk een belangrijke reden waarom ik u vandaag hier heb uitgenodigd. Omdat ik ook zelf allemaal als koning wil behandelen. Als we elkaar allemaal als koningen en koninginnen gaan behandelen, dan gaan we stijgen naar de next level. Niet ik ben koning en u bent dienaar. Nee, we zijn allebei koningen. Zoals Jezus de voeten waste van zijn discipelen. Ja? Zo zou ik het willen voorleggen. Basir zegt verder dat zijn beweging een voorstander is van functieprofielen en sollicitatieprocedures voor parlementariërs en leden van de regering. We moeten niet zomaar op basis van partijpolitiek en dat mensen gewoon op een lijst staan, maar DNA-leden kiezen en dan ook mensen in een kabinet gaan toewijzen. Het moet gaan op basis van competenties. De skoromang, de moro konman van Kondremus doen een kabinet. De moro konman van Kondremus doen naar DNA. Dan we go tap on next level. En ik weet dat het een beetje moeilijk is nu en er zijn redenen. En de belangrijkste reden is omdat we partijpolitiek hebben geërfd. Hoe erf aan zijn voor de witman. Ja, en ik bedoel het op een respectvolle manier, maar wel op een duidelijke manier wil ik het zeggen. Niet alles wat we geërfd hebben is goed. We moeten een eigen stempel erop drukken. Dat is de opokondre die we moeten nastreven als Surinamers. Dat we nu gaan nadenken van, hé, wij zijn heel anders en uniek dan alle andere naties. We hebben zoveel verschillende etnische culturen, etnische achtergronden in één land. Dat is heel anders dan andere landen. Dus we moeten de oplossingen die zij hebben niet hier gaan toepassen en denken dat het meteen gaat werken. Het werkt niet. We hebben een kleine bevolking van 400.000, 500.000 mensen en zoveel politieke partijen die dan ook nog met elkaar vechten om talent en concurreren. En dat is toch niet goed, terwijl we iedere Surinamer nodig hebben om het land op te bouwen. Alus Shaif Basir, voorzitter van de nieuwe politieke beweging Lijst Basir. Hij sprak vanmorgen op een persconferentie met als thema Suriname to the next level. De persconferentie is gehouden op het terras van Royal Torarica.